Als je door de supermarkt loopt en je ziet ineens een nieuw product liggen, dan vraag je je misschien wel af hoe het smaakt en of je het lekker zult vinden. Maar denk je er ook wel eens over na hoe ze tot zo'n nieuw product zijn gekomen? Bij Helikon in Den Bosch worden studenten opgeleid om te gaan werken in de voedingsindustrie. En hoe leer je dat beter dan door zelf een geheel nieuw product te ontwikkelen? Ja, we hebben een eindproject gekregen, geelworst. Om dit te verbeteren, dus gewone geelworst te maken en daarbij zelfs een variant te maken. Nou, een trend wat nu dan heel erg bezig is, dat steeds meer mensen die kiezen ervoor om vlees dus een dagje weg te leggen en kiezen voor een vegetarisch product. Ja, we zagen op de markt dat er geen vegetarische geelworst bestond, maar daarbij ook bij de vegetarische markt, overal, geen vergeten groente wordt gebruikt. Omdat wij zelf nu een vegetarische geelworst aan het produceren zijn, is dat wel iets waarop we aan het inspelen zijn, door ook de consumenten te vragen van nou ja, wat zijn de wensen en behoeften daarvan. Uiteindelijk is er 3 ideeën gepresenteerd aan de directie. En er is voor gekozen om een seizoensgebonden vergeten groente worst te maken. En die worst wordt niet zomaar in de keuken gemaakt, maar in een laboratorium. Daar wordt geëxperimenteerd met verschillende ingrediënten, kruiden en bereidingen. Net zo lang tot het team van Tristan en Anouk tevreden is met het resultaat. We zien hier allemaal verschillende soorten groenten en kruiden. Die hebben we zo net afgewogen met ons groepje. Hier is de spastinaak, zoete aardappel en de aardbeer. Mengen met kruiden. Bakken in de pan met olijfolie. Dan gaan we ze malen in een kutter. Mengen met de meelsoorten. Vervolgens gaan we vervullen. Vullen met de kunstarm om daarna gaan garen. Zelf kan je thuis doen met vers zoutfolie en slagersfolie. We hebben 24 soorten gemaakt en daarbij mislukken een aantal dingen. Met sojabonen was het helemaal verlept. Heel veel sojameel was dus dan echt compact. Dus die varianten hebben we geprobeerd om de vleesvervangers na te bootsen. Maar dat is het uiteindelijk niet geworden. Maar het gaat niet alleen om smaak, structuur en vorm. Ook de dingen die je niet gelijk ziet, ruikt of proeft, zijn belangrijk bij het ontwikkelen van zo'n nieuw product. Ik ben zelf een laborant. Wat ik dan doe binnen het projectgroep is dat ik de kwaliteit van het product controleer. Bijvoorbeeld zit er genoeg zout in. Als die waarde te hoog is, kijk bijvoorbeeld naar de wetgeving of dat te veel is. We bepalen bijvoorbeeld het vetgehalte of die niet te vet is. Of er bijvoorbeeld pH-waarde of die niet te zuur is bijvoorbeeld, want dan smaakt die ook weer niet heel lekker. Dus we controleren ook of de gegeven houdbaarheid of dat bijvoorbeeld ook klopt. Ik heb er heel veel dingen van geleerd, zoals hoe de geelworst sowieso wordt gemaakt. Daarbij meer gekeken naar de enquête. De eisen en wensen van de consumenten voldoen. Steeds meer mensen die willen minder zout in hun producten hebben. Dus dat is wel een ontwikkeling die heel erg belangrijk is, want zout is ook een conserveermiddel dat ervoor zorgt dat een product langer houdbaar is. Maar als er dan minder zout wordt toegevoegd aan een product, betekent dat ook dat die houdbaarheid korter wordt. Dus dan wordt er ook weer gekeken naar, wat voor andere conserveermiddelen worden we toegevoegd. Dus stapgewijs hebben we dat verbeterd. Dus stap voor stap kleine aanpassingen, zodat we het resultaat wel kunnen waarborgen. En toch is na al dat werk de vegetarische grillworst nog niet helemaal af. Het is gelukt, maar het kan natuurlijk altijd beter. De smaak is nog niet optimaal. Andere kruiden of meelsoorten naar beneden te krijgen. Zodat de smaak meer naar boven komt. De structuur lijkt er wel op. Ik vind de vegetarische grillworst die we hebben gemaakt, die vind ik best wel lekker. Doordat die heel erg kruidig is. Ja, dat vind ik zelf wel lekker, want ik hou er wel van als producten niet zo vlak zijn van smaak. Dus ik vind als dat wat kruidiger is, dan vind ik het al wel gauw wat lekker. Ik zou hem best wel kopen, ja. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Tilburg, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de provincie Noord-Brabant.